Yo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video heb ik een gloednieuwe vlog voor jullie. En wat ik in deze video ga doen is namelijk mijn setup laten zien. Waarmee film ik? Wat zijn mijn PC's? Welke PC heb ik? Etcetera, etcetera. En ga zo maar door, jullie gaan mijn camera uiteindelijk zien. Ik ga er in ieder geval vast bij zeggen, ik wil een andere kamer, want dit is echt gewoon fucking klein. Maar dat maakt verder niet uit, ik zou zeggen, laat even like achter. Heb je deze video trouwens in 3 seconden geliked? Als je dat hebt gedaan, dan krijg je morgen namelijk 10.000 euro op je berekening gestort. Dus ik zou het gewoon zeker eventjes doen. En ik zou zeggen, let's fucking go! Nou, deze schoenen zijn in ieder geval een paar euro, dus ja. Oh ja, en voor je het niet wist, ik zit gewoon lekker buiten op de loungebank. Ja, ik ga even lekker naar binnen toe en dan gaan jullie het zien. Voordat ik trouwens mijn camera laat zien, ik laat eerst even zien wat ik namelijk film. Ja, dit hoort namelijk ook bij mijn camera setup, oftewel gewoon mijn eigen setup. Maar ja, ik zou in ieder geval zeggen, dit is namelijk mijn camera. Jullie zien nou nog niks. Nou, zoals jullie dat goed zelf kunnen zien, kunnen jullie eigenlijk al raden wat voor camera dit is. Dit is namelijk de Canon G7X. En dit is niet zomaar de G7X, dit is namelijk de Mark II. Altijd een stukje beter natuurlijk, maar ja, dat lijkt me wel logisch. Mag ook wel voor zo'n prijs. Wat ik in ieder geval hiervoor betaald heb, is namelijk 524 euro. In ieder geval pittig duur, maar ja, je hebt er in ieder geval wel wat voor. De camera kwaliteit is namelijk best wel goed. Of nou ja, best wel goed. Het is gewoon een fucking goed ding, dus ja. Ideaal. Microfoon. Wow, het is niet slecht. Alleen die achtergrondruis, als je namelijk niet praat, dat moet in ieder geval wel erg kunnen gefilterd worden. En aangezien ik nog niet heb uitgevonden hoe je het geluid namelijk nog moet instellen, manueel namelijk, omdat ik het niet echt kon vinden, doe ik het hier eventjes mee. Maar ja, je kunt namelijk wel externe microfoons kopen, dus dat is in ieder geval gewoon prima, weet je. Maar ik denk dat het nu even de hoogste tijd is om namelijk eventjes te gaan lopen opscheppen over mijn kamer. Want ja, wat je in mijn camera gaat zien is echt gewoon fucking dik. Dat wil je niet weten. Het eerste wat ik al liet zien is namelijk al boven de 500 euro. Dus laat staan die andere dingen. In ieder geval, zolang mijn broertje nog thuis woont, gaat hij namelijk deze kamer gewoon houden. Ja, het is een grotere kamer natuurlijk. En mijn moeder deze kamer. Waarom film ik even deze kamer? Ik heb hier namelijk een goede reden voor. Want als mijn broertje namelijk verhuisd is, wat in ieder geval nog niet is gebeurd, want hij zou eerst op kamers gaan wonen. Maar ja, omdat wij namelijk best wel kamers tekort komen in Nederland, heeft hij namelijk nog geen kamer. En moet hij namelijk iedere ochtend de eerste bus hebben. En van ja, zelfs dat haalt hij al niet. Om zijn school namelijk te halen. Ja, best wel kut namelijk. Maar ja, het is namelijk mijn moeders bed. Ik weet niet waarom dat al die dingetjes erop zitten of zo. Ik denk allemaal hondenknuffels. Maar weet je, we doen het er gewoon lekker mee. Uiteindelijk wordt het namelijk mijn slaapkamer. Een stuk groter namelijk, als die van mezelf. Dus ja. En nu is de tijd van de waarheid, want nu ga je allemaal mijn kamer zien. Ja, ik weet niet hoe ik het moet laten zien of. Oké, jongens. Nou, zoals jullie zien, dit is namelijk mijn slaapkamer. En ja, het is best wel klein. Het is fucking klein. Ik heb natuurlijk de duurste grotere kamer gewild, maar ja, het is niet gegaan met de bedden, dus daarom heb ik nou deze kamer. Best wel kut eigenlijk, want ik kan hier eigenlijk vrij weinig in kwijt. En ik kan hier niet zomaar even een tweede beeldscherm meer zetten. Dus voor de mensen die denken, heb je twee beeldschermen? Ik heb er wel twee, maar ik kan ze niet kwijt. Nou, in ieder geval, dit is mijn greenscreen. En jullie zien het, ik heb mijn greenscreen zelfs achter het bed moeten plaatsen. Omdat ik anders nergens plek voor heb. Oh ja, het enige nadeel aan mijn greenscreen is namelijk, als deze binnenkomt, nou weer kijk maar eens aan. Ik weet niet wat hij aan het doen. Oké, maakt niet uit. Whatever, maar in ieder geval zoals je net zag, die witte kat van ons, als hij namelijk op mijn bed ligt en hij gaat namelijk tegen mijn greenscreen aan liggen, ja, dan wordt het ook inderdaad wel pittig snel vies, dus dat is inderdaad wel een beetje het nadeel, maar verder, top ding. Hè Snowy? Ja, dat weet je zelf ook wel. Gelukkig voor haar deze, ja deze Milo hier zo. Nou, die vaart in ieder geval gelukkig niet. Maar dit is ook oprecht een hartstikke lieve hond. Laten we in ieder geval eerlijk zijn, hij heeft al vaker meegedaan met de video's, dus ja. Deze greenscreen kostte met statief 100 euro, dus dat is inderdaad al een beetje aan de dure kant. Alhoewel valt het namelijk best wel mee, want het had ook gewoon duurder gekund. En nu gaan we even naar de plek waar het allemaal gebeurt, want zoals jullie zien is dit namelijk mijn laptop. Echt een fucking goed ding, want wat zit hier namelijk in? Natuurlijk is het gewoon super fijn, want ja, je kunt uiteindelijk 2 terabyte kwijt. En dit heb ik ook uiteindelijk wel nodig met mijn YouTube Live. Want als YouTuber heb je veel geheugen nodig voor je software en voor je video's. Want je moet het namelijk overal kwijt op kunnen natuurlijk. En voor je editprogramma's, et cetera, et cetera. En als je het rendert, wordt het uiteindelijk wel grote bestanden. Zeker als je op 60 fps film. Ik heb hier namelijk best wel een bekende koptelefoon die ik namelijk altijd op heb. Dit is namelijk een Sony koptelefoon. Ik weet niet welke merk. Het is in ieder geval 60 euro. En de bureaus doen van een tientje. Het is niet zo duur. Maar deze laptop die is namelijk best wel duur hoor. Deze laptop is namelijk gewoon 1100 euro. Gekost. En deze harde schijf heeft me 80 euro gekost of 75, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Ik laat in ieder geval de prijs in beeld zien. En daar heb ik hier gewoon een simpele muis, echt gewoon mijn logica be like. Dure laptop, dure harde schijf, goedkoop action muis, 5 euro.
Maar dat is natuurlijk niet alles, want ik heb hier namelijk ook een extra lens voor mijn andere camera, voor mijn DSLR. Dit is namelijk een 50mm lens en wat hier het voordeel aan is, is namelijk dat je meer diepte hebt als je filmt en gewoon veel betere foto's kan maken, hogere kwaliteit, etcetera, etcetera. Deze kost mij namelijk 120 euro, best wel een duur ding. En natuurlijk mijn softbox, ook belangrijk, want door mijn softbox heb ik namelijk een prima licht. Ook heb ik hier namelijk een statief bij, want ik wil namelijk wel gewoon goed belicht zijn. Ik vind kwaliteit namelijk best wel belangrijk, dus vandaar. Dan heb ik hier natuurlijk nog mijn andere camera, ook een hartstikke goede ding, alleen niet prima om te vloggen. Daar vind ik hem absoluut niet chill voor. Ik heb deze camera volgens mij al 4-5 jaar, dus echt best wel een oud ding. En nog steeds is hij hartstikke goed. Dit is namelijk de Canon EOS 1200D. Scherp ding, het is echt wel heel mooi bedoeld om ook een lekkere dieptes te kunnen creëren. En dit kan met deze camera ook, die ik nou heb. Daar heb je ook wel mooie dieptes op, zoals jullie zien. Er zit wel autofocus op, maar je moet per se namelijk deze knop indouwen om namelijk autofocus te kunnen creëren. Dus dat is wel een beetje het nadeel, maar verder prima ding. Er zit nog gewoon een kitlens op. Deze camera heeft namelijk 320 euro gekost. Ook wel een pittig duur ding van Canon. Ja, Canon is altijd wel een beetje duur, maar logisch. En natuurlijk heb je ook een hartstikke goede microfoon nodig. En dit is namelijk de Rode NT USB. Er zitten namelijk knopjes op. Alleen was dit ding een keertje afgebroken, dus dat is best wel kut eigenlijk. Maar ja, weet je, maakt niet uit. Gewoon even tape eromheen. En dat is gewoon prima. Plopkap doet het uiteindelijk nog gewoon prima hoor. Alleen een beetje vies. Ook heb ik namelijk deze microfoon, die had ik ooit een keer gratis opgestuurd gekregen. Deze is namelijk 175 euro en deze kost ook ongeveer 160 euro. Alleen wordt deze namelijk gevoerd met een XLR-kabel. Hiermee kun je namelijk tracks opnemen. En dit is gewoon de welbekende YouTube-microfoon, oftewel de Rode NT. Echt een prachtding. En ook deze is gewoon prima. Alleen deze is natuurlijk iets beter, omdat de achtergrondgeluid namelijk een stuk stiller is. En het geluid is ook namelijk een stukje dieper. En bij deze is het namelijk wel een stuk minder. Ik heb hier namelijk nog één camera. En dit is namelijk de Logitech C920 van 75 euro. Deze is ideaal bedoeld om namelijk te livestreamen, et cetera, et cetera. En dan heb ik namelijk nog één ding wat ik wil laten zien. En dat is namelijk mijn statief. Ideaal ding. Het is wel zo'n breed ding uiteindelijk. Heb ik gekregen van iemand. Want ooit had hij deze statief namelijk gebruikt. En nu gebruik ik hem. Enige nadeel is, en dat is mijn eigen domme schuld, omdat ik toen nog niet zo goed met statieven kon omgaan. En dat is namelijk dat dit hendeltje is afgebroken. Dat is namelijk best wel een grote zonde. Oké, dames en heren, ik denk dat jullie wel genoeg hebben gezien van mijn setup. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren, zet het belletje aan. Like deze video, of course, natuurlijk. En de comments van de dag komen een andere keer weer. Want ik had de laatste video niet heel veel comments gehad. Niet erg, weet je. Maar daarom doe ik een keertje geen comment van de dag, anders is het ook wel een beetje oneerlijk. Volgende keer weer. En voor de mensen die namelijk vandaag op het bike. Maar het is namelijk gewoon zoals het is, dat ik er niet had bij kunnen zijn. Ik moest per se werken, dus ik kan er uiteindelijk helemaal niks aan doen. Ik ben er namelijk morgen wel bij, want ja, het is toch ideaal, hè. Want het reizen is namelijk best wel kut. Ik kan beter fietsen dan reizen, want ja, overal waar ik naartoe reis is gewoon ver weg. Maakt niet uit waar, het is gewoon ver weg. Alles waar ik naartoe ga, omdat ik in een dorp woon, best wel afgelegen. Ciao.